Transport: een libertaire visie door Hans Ramaar. We leven, zo schreven Bakker en Bierman al twintig jaar terug, in een bermbeschaving. Steeds meer menselijke activiteiten, wonen, werken, recreëren, zijn immers toegesneden op één toevallig transportmiddel: de particuliere personenauto. Toch is het onzinnig om de individuele automobilist alle verkeersellenden in de schoenen te schuiven. Ten slotte worden automobilisten niet als zodanig geboren, maar gemaakt. De westerse samenleving is binnen een halve eeuw een autosamenleving geworden. Met de cultuurcriticus Ivan Ilyich kan men echter vaststellen dat die autosamenleving geworteld is in irrationaliteit. Zo heeft Ilyich eens berekend dat de modale Amerikaan per jaar 1500 uur moet werken om een auto te kunnen aanschaffen. Als hij jaarlijks 10.000 kilometer rijdt, betekent dat dat het hem een uur kost om een afstand van ruim 6 kilometer af te leggen. Daarmee vergeleken verplaatst een voetganger zich nauwelijks langzamer en een fietser veel sneller. 1. Hoewel Kropotkin naar de spoorwegen verwees als een voorbeeld van geslaagde vrijwillige samenwerking, heeft hij net als andere klassieke anarchisten geen bijzondere aandacht geschonken aan verkeer en vervoer. En dat is begrijpelijk. Transport. Het verplaatsen van mensen en goederen is van alle tijden, maar massaal transport per auto is een recent verschijnsel. Pas na de Tweede Wereldoorlog werd duidelijk, eerst in Noord-Amerika en nadien in West-Europa, dat de explosieve groei van het particuliere autogebruik even explosieve problemen opriep. Problemen die niemand voorzien had, ook anarchisten niet. Nog in 1938, zo memoreert Colin Ward in zijn pas verschenen boekje, gaf Louis Mumford, de libertair georiënteerde cultuurfilosoof, Hoogop van de auto. Die zou de individuele burger een voorheen ongekende vrijheid brengen. En in datzelfde jaar publiceerde Anton Constance zijn schets van een anarchistische samenleving, grondslagen van het anarchisme, zonder een woord te wijden aan verkeer en vervoer in die toekomstmaatschappij. Slechts vindt men er de opmerking dat het openbaar vervoer in zo'n samenleving gratis zal zijn. Toegegeven, de auto heeft voor de individuele automobilist zo zijn voordelen. Maar wegen die op tegen de collectieve nadelen. Allereerst veroorzaakt de auto de vernietiging van stad en platteland door de aanleg van wegen, tunnels en viaducten. Dan is er de uitputting van grondstoffenvoorraden en energiebronnen om de auto te kunnen produceren en laten rijden. Bovendien is er de bodemverontreiniging door het afval dat de auto oplevert. En niet te vergeten de geluidshinder. Maar het meest ernstige milieuprobleem is zonder twijfel de luchtverontreiniging. 45% van de uitwerp van koolwaterstoffen en 55% van stikstofoxide is afkomstig van het wegverkeer. Daarmee is de auto voor de helft verantwoordelijk voor de smokvorming in Nederland en voor 25% veroorzaken van zure regen. En van de luchtverontreiniging in de steden is zelfs 90% toe te schrijven aan het autogebruik. Daarnaast is er nog het kooldioxideprobleem dat weer bijdraagt aan het broeikaseffect. Het aantal indirecte slachtoffers van het autoverkeer. Met name CARA-patiënten valt nauwelijks te schatten. Maar met de slachtoffers van verkeersongevallen ligt dat anders. In het verkeer in Nederland valt gemiddeld elke zes uur een dode en om de 10 minuten een gewonde. Het verkeer eist in Nederland dan ook in de afgelopen 40 jaar ruim 80.000 doden en 2 miljoen gewonden. En in de komende 20 jaar komen er na nog eens 30.000 doden en een miljoen gewonden bij. Voor jongeren is het verkeersongeval zelfs de belangrijkste doodsoorzaak. Niet alle. Maar in ieder geval ver weg de meesten zijn slachtoffers van de auto. Het zijn aantallen die zich alleen maar laten vergelijken met die van oorlogen, zoals auto's wel vergeleken zijn met wapens. In Engeland vielen sinds de jaren 20 veel meer doden in het verkeer dan er in de Tweede Wereldoorlog aan burgers en militairen omkwamen. En in de Verenigde Staten, waar zoals bekend de automobiliteit nog veel groter is, ligt de vergelijking nog extremer. In dat land vielen drie keer zoveel doden in het verkeer. Dan in alle oorlogen sinds de onafhankelijkheidsverklaring van 1776 bij elkaar. Is het dan al met al nog opzichtbarend dat de publicist Henk Hofland het automobilisme als straatfascisme typeert? 2. Veel van wat zo'n twintig jaar geleden gezegd en geschreven werd over de verkeers- en vervoersproblematiek is helaas vandaag nog actueel. Zeker, er zijn allerlei maatregelen voorgesteld en ten dele ook uitgevoerd. Er zijn fietspaden betegeld. Auto's geweerd uit winkelcentra, veiligheidsvoorzieningen en technische constructies voor de auto doorgevoerd, nieuwe spoorlijnen en railtrajecten aangelegd, snelheidsbeperkingen opgelegd, vrije bus- en trambanen gecreëerd, woonerven ontworpen, OV-kaarten voor militairen en studenten ingevoerd en carpoolplaatsen gebouwd. De opzomming is moeiteloos uit te breiden, maar de problemen van toen zijn gebleven, verergerd vaak. In die twintig jaar is het woon-werkverkeer in Nederland immers bijna verdubbeld. Net als het particuliere autobezit, momenteel zo'n 6 miljoen. En vooralsnog lijkt er geen einde te komen aan die groei. In het jaar 2000 zullen 7 miljoen auto's Nederland verder verstikken. Die groeiende stroom auto's wekt de indruk dat de problemen onoplosbaar zijn. En dat zijn ze natuurlijk ook, zolang de automobiliteit niet ingrijpend daalt. Maar het ambtelijk apparaat is er allengs van doordrongen dat de weg van de autolobby naar de chaos voert. Begin van dit jaar koos een kleine meerderheid van de Amsterdammers via een referendum voor een autoluwe binnenstad. Opnieuw een aanwijzing dat de irrationaliteit van de autosamenleving steeds vaker onderkend wordt. Maar het zal nog een lange weg zijn naar autovrije binnensteden waar de fiets de ruimte kan krijgen. Daar nemen we Cars for Manhattan, was het motto van de Amerikaanse anarchist Paul Goodman, die al in de jaren 50 voor een autovrije binnenstad pleitte. Provo nam de oproep over en bedacht het witte fietsenplan dat de eerste proeven van ecologisch anarchisme op het transportgebied was. De witkar, een door Luud Schimmelpennink ontworpen elektrische variant van de witte fiets, leek nog veel belovender, maar is helaas in het experimentele stadium blijven steken. 3. De automobilist mag dan wel een straatfascist heten, soms is het gebruik van de auto onmogelijk te vermijden, omdat de haltes van bus, tram, metro of trein nauwelijks bereikbaar zijn per fiets of te voet. In de buitenwijken van de steden immers, is het bus- en tramnet radiaal ingericht op de binnenstad en zijn de verbindingen tussen de buitenwijken onderling volstrekt onvoldoende of afwezig? Net als op het platteland zijn veel bewoners van de steden dan ook gedwongen om de auto te gebruiken. We spreken dan nog niet eens over de veel te hoge tarieven, de veel te lage frequenties, het gebrek aan comfort en beveiliging van het openbaar vervoer. Decennia lang al zijn de lokale, regionale en landelijke OV-netten verwaarloosd doelbewust ook om het autogebruik voorrang te kunnen geven. In Nederland heeft de sociaaldemocratie, net als elders in West-Europa, tot in de jaren 70 nog de automobilist naar de mond gepraat, in plaats van hem duidelijk te maken dat de mobiliteit van de burger niet onbegrensd kan zijn. De sleutel tot een nationaal transportstelsel ligt dus onder meer in het scheppen van een fijnmazig OV-net, met geringe wachttijden, ook buiten de spits. Daaraan heeft het altijd ontbroken, zo stelde Arthur Mendes Georges al in 1966 in het anarchistische blad De Vrije. Dat gold en geldt voor de Verenigde Staten niet anders dan voor Nederland. Voor de Tweede Wereldoorlog, memoreert de Amerikaanse ecologist Sale, bestond er in de Verenigde Staten een goedkope, efficiënte en milieuvriendelijke vorm van openbaar transport, de trolleybus. In de jaren 50 was er van dit netwerk bijna niets meer over. De busondernemingen waren opgekocht door General Motors en vervolgens ontmanteld. Zo dwong de autofabrikanten de Amerikanen indirect om een auto aan te schaffen. Zelden, zegt Schale, is een criminele samenspanning tegen de samenleving zo duidelijk aantoonbaar geweest als in dat geval. Niet de technische mogelijkheden, maar de winstverwachtingen hebben steeds de richting van de maatschappelijke ontwikkelingen bepaald en op die regel vormde transport geen uitzondering. Zo wijst de Britse technologiecriticus Dixon op twee transportmiddelen die begin van deze eeuw voorhanden waren, en technisch en ecologisch zonder problemen op massale schaal ingezet had kunnen worden. Het ene is het luchtschip en het andere het binnenvaartschip, waarvoor reeds een complete infrastructuur van kanalen en rivieren bestond. Toch triomfeerden de automobiel- en vliegtuigfabrikanten. Misschien ook omdat we, zoals Idris opmerkt, sneller vervoer en beter vervoer met elkaar verwacht hebben. 4. Bij het overgrote deel van ecologisten en anarchisten vindt men een lofzang op de fiets. Dat is begrijpelijk, want het is het meest energie-efficiënte transportmiddel. Bovendien is de fiets goedkoop in aanschaf, milieuvriendelijk en gemakkelijk te onderhouden en repareren. Ilyich noemt de fiets de allerbelangrijkste innovatie op transportgebied en koppelt de twee-wieler zelfs aan de komst van het socialisme. Socialism can only come on the bike. Ward wijst in zijn recente boekje nadrukkelijk op gisland nederland het enige land in het westen dat bijna evenveel fietsen als inwoners stelt. En in het inmiddels opgeven Canadese anarcho-magazine Open Road werd de fiets ooit uitgeroepen tot het middel bij uitstek om de anarchie uit te dragen. Peddling Anarchy. Kortom, de fiets als voertuig van de revolutie. De relatief unieke positie die de fiets in Nederland inneemt bewijst niet te min dat dat vervoermiddel alleen in het lokale personenvervoer een centrale rol kan spelen. Tegenover 13 miljard fietskilometers in Nederland staan 120 miljard autokilometers. Wat laat zien dat, net als elders, de positie van de auto in het regionale en landelijke vervoer allesoverheersend is. Om te komen tot een grotere verscheidenheid aan transportmogelijkheden, lijkt de grootscheepse uitbreiding van het spoortransport dan ook onvermijdelijk. Ook een uitbreiding van de mogelijkheid verschillende soorten vervoer te combineren de fiets in en de auto op de trein kan volgens Rudolf de Jong een anarchistische eis genoemd worden. Zelfs in de meest extreme situatie, een bijna lege trein versus een auto met passagiers, is het vervoer via spoorsystemen nog altijd aanmerkelijk energie-efficiënter dan per auto. Bovendien vereist de aanleg van autowegen drie tot vier maal meer grond en energie dan spoortrajecten. Wanneer trein, metro en sneltram ontwikkeld worden tot een fijnmazig netwerk van openbaar vervoer, Vormt dat met de fiets de pijler van een libertair ecologisch vervoerssysteem? Aldus Marius de Geus in de As 88, de staat van de ecologie. Maar daaraan kan worden toegevoegd dat dan ook de huidige monopoliepositie van de NS moet verdwijnen. Voor kleine bedrijven, coöperaties en bewonersverenigingen zou daardoor ruimte ontstaan voor openbaar personenvervoer. Allerlei mengvormen van taxi- en minibuslijnen, zoals die in de Mediterrane landen bestaan. Zouden aan zo'n fijnmazig vervoersnetwerk kunnen bijdragen? Wat is er tegen dat anarchisten een buslijn exploiteren, zoals de Fries-Germ Dijkstra dat in de jaren dertig deed? Dan resteert nog de vraag of dat openbaar vervoer gratis dient te zijn. Toen Constance zijn eis stelde, waren de ecologische effecten ervan niet te overzien. Nu, een half eeuw later, is mobiliteit nog steeds een elementaire levensbehoefte, maar onbegrensde mobiliteit een anachronisme. Marius de Geus verdedigt dan ook het principe van de duurzame mobiliteit. Daaruit volgt dat de openbare vervoerscapaciteit niet eindeloos kan worden uitgebreid. Gratis openbaar vervoer heeft dan als nadeel dat het de suggestie wekt dat mobiliteit geen grenzen heeft. Daarom zullen hedendaagse libertairen zeggen dat het openbaar vervoer, net als het museum en de bibliotheek, voor iedereen betaalbaar moet zijn. Daarbij kan men denken aan een goedkope OV-kaart. 5. Zonder twijfel kan technisch veel verbeterd worden aan de auto, zowel op het gebied van veiligheid als milieu. De katalysator resulteert dan in een schonere auto. Maar recycling van auto's, wegdrempels, een veel efficiënter brandstofverbruik en vele andere voorzieningen raken het probleem van de automobiliteit niet in de kern en bovendien lossen ze zeker niet alle ecologische bezwaren op. Wat dat laatste betreft hebben elektrische auto's, stoomauto's en auto's met een Stirlingmotor die vaak als een alternatief voor de benzineauto beschouwd worden, inderdaad hun voordelen. Nog afgezien van de macht van de oliemaatschappijen en autofabrikanten, die zich tegen het aantasten van hun gevestigde positie zullen verzetten, kan technologie alleen toch niet alle nadelen van het automobilisme voorkomen, maar hooguit verzachten. Al eerder heb ik immers verwezen naar de onverbiddelijke wet van behoud van ellende. Die leert dat vervuiling als gevolg van fysische logica niet kan verdwijnen, maar steeds een andere vorm er de kop opsteekt. Autogebruik moet dan ook veel meer uitzondering dan regel worden. Om die transportomwenteling te realiseren, denken anarchisten, in tegenstelling tot velen uit de milieubeweging, zeker niet aan regelrechte dwang. Ze zou het distribueren van brandstof alleen maar leiden tot alweer een bureaucratisch controleapparaat en zou het vertienvoudigen van de brandstofaccijns het autogebruik van de rijken nauwelijks beïnvloeden. Anarchiste Weijer-Rijnboud heeft daar overigens weinig moeite mee. In haar recente boekje tegen het automobilisme zegt ze. Ik dacht dat het al lang zo was dat de wereldcruises en de landhuizen alleen voor rijken betaalbaar waren. Waarom mag de auto niet aan dat rijtje? Waarom zou het zo erg zijn als je duidelijk ziet wie de padsters zijn? Toch beseffen anarchisten terdege dat de volstrekte keuzevrijheid, in dit geval op vervoersgebied, strijdig kan zijn met ecologische criteria. Daarom stelde Tom Holterman in de AS 94 voor om niet te streven naar maximalisatie, maar naar optimalisatie van de vrijheid. Het beperken van de vrijheid van de automobilist is volgens Holterman dan een kwestie van drang, een aan licht ontleend begrip, waarbij in de eerste plaats gedacht wordt aan gedragsverandering door te overtuigen. Drang kan echter ook vorm krijgen in planologie, in de wijze waarop een samenleving is gestructureerd. Doordat de 20e eeuwse planologie zich overwegend heeft gekenmerkt door een radiale structuur, zijn wonen, werken en recreëren uit elkaar getrokken en moeten personen en goederen over steeds grotere afstanden vervoerd worden. Het ligt voor de hand dat de concentrische planologie een tegengesteld proces oplevert. Zo'n planologie van de honingraad stimuleert de door anarchisten en ecologisten bepleite de decentralisering van de samenleving. Zo ontstaat meer kleinschaligheid, met als gevolg kortere verplaatsingen en minder verspilling. Overigens hoeft kleinschaligheid in de geheel niet inefficiënt te zijn. Paul Koepman verwees ooit in dat verband naar de wet van Bersodi, die stelt dat de hogere productiekosten per eenheid product. Ruimschoots niet gedaan worden door de lagere distributiekosten. Alleen door decentralisering, schreven de samenstellers van Blueprint for Survival, kan de visieuze cirkel waarin de autosamenleving gevangen zit doorbroken worden. En daar hoeft 20 jaar later geen woord aan veranderd te worden. Dit was Transport, een libertaire visie, door Hans Ramaar. Zoek je autonome activiteiten in de buurt? Kijk dan eens op radar.squad.net. Zoek je linkse boeken, kijk dan eens op chaco.nl.